Waarom varen boten nog steeds tegen bruggen aan? Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, het is een vrij grote ramp natuurlijk als een beetje boot tegen een beetje brug aangaat. Dit is echt gebeurd. En niet eens zo heel erg lang geleden. En miljoenen en miljoenen en miljoenen aan schade. Je wilt dus, als je zeg maar ergens een brug bouwt, of als die er al ligt, Rotterdam schijnt ze te hebben, wil je toch eigenlijk wel weten of zo'n schip er onderdoor kan. En nou ja, dan kan je, wat ze klassiek deden, was ze gewoon naartoe varen. Dan ga je voorop staan met een stok die net zo hoog is als het hoogste punt van je schip. En dan, maar ja, dan moet je schip wel bijna stilleggen. En zeg maar zo'n schip als we net zagen, dat wil niet echt. Dat is even stilleggen is vrij lastig. Dat heeft vrij veel traagheid, zoals we dat noemen. Dus eigenlijk wil je gewoon van tevoren kunnen meten, gaat dit schip onder deze brug passen? En dan heb je met een aantal fenomenen te maken. Ik heb in een vorig college heb ik hier laten zien dat je waterstand kan meten met geluid. Je hebt natuurlijk in zo'n systeem heb je een aantal krachten die samenspelen. Je hebt bijvoorbeeld het getij. En het getij kan ik het op verschillende manieren demonstreren. Je hebt bijvoorbeeld het getij en het getij gaat heel langzaam. Dus je kan denken, deze waterbak. Misschien dat ik hier hulp voorbij ga nodig hebben, maar dat gaan we zo zien. Ik heb hier deze waterbak. Wat het getij eigenlijk doet, is dat het gewoon eigenlijk zegt, oké, gigantische bak water eruit. En dan zie je dat het waterniveau een flink stuk omlaag komt. U kan het misschien net aanzien. Maar ja, dat scheelt in deze bak, als ik zeg het getij eruit haal, scheelt dat ongeveer zoveel. Orde groot. Ik heb het een paar keer getest en het wordt net wat minder omdat het hier straks heel nat gaat worden. Daar gaat mijn snijplank. Maar als ik dan bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk een aantal andere factoren die ook golfjes veroorzaken. Je kan windgolven hebben. Dat heb je het over zulke dingen. De wind maakt vrij veel golven. Je kan gewoon golven hebben van bootjes die allemaal langskomen. Die zijn nog korter. En dat zijn allemaal verschillende golfjes die met elkaar samenhangen. Of met elkaar samenhangen, die allemaal tegelijk plaatsvinden. En dat is best een probleem als je dan zeg maar als brugbeheerder wil meten. Oh, dit wordt heel leuk. Als je dan als brugbeheerder wil meten hoe vaak je nou precies moet meten. Ik giet het getij even terug. Ziet u ook ongeveer het waterniveauverschil. Mooi, je kan het daar ook zien. Nou, denk nou eens, die windgolfjes die je daar aan het begin ziet, die hebben ongeveer dezelfde grootte als het getijverschil. Hoe dat van elkaar afhangt, dat verschilt natuurlijk per situatie. We hebben in Nederland bijvoorbeeld de situatie in Dordrecht, volgens mij is Jasper hier uit Dordrecht, waar je te maken hebt met getij wat vanuit de riviermonding, vanuit de zee gewoon de riviermonding opgaat en toch nog best wel voor wat verschil in de haven kan zorgen. En je hebt te maken met wind. Maar die windgolfjes zijn eigenlijk niet zo belangrijk. En dat zag je net met dat schip. Als ik zeg maar het getij eruit haal, gaat het schip gewoon mee. Maar die windgolfjes, ik zal het nog een keer laten zien. Die hebben wat we noemen een veel kortere golflengte wanneer je het vergelijkt met het schip. Ja, en dan heeft het schip dus eigenlijk niet zoveel last van. En ik kan dat nog beter laten zien op een heel klassiek schoolbord. Oldschool, als we licht op mij hebben. Haha. Tijd mag ook afstand zijn. We hebben een of andere hele langzame golf. En we hebben een bootje. Ons bootje is ongeveer zo groot. Zeil, ik kan geen piratenlogo tekenen, moet je erbij verzinnen. Dit soort golven, dit soort golven ten opzichte van zo'n boot, dat zie je bij Discovery, bij Deadliest Catch. Dat betekent dat je als boot gewoon meegaat op de golven. De golflengte van de boot, golflengte is de afstand tussen toppen. Golflengte van de golven is veel groter dan de lengte van de boot. Boot, die gaat dus mee. Dus als je wil weten of een boot onder een brug doorpast, dan zijn golven met golflengtes die veel langer zijn dan de gemiddelde boot, heel belangrijk om te meten. Als je daarentegen een heel snel variërende golf hebt, bijvoorbeeld van wind
Of van kinderen die van bruggen afspringen. Zoiets. Ja, dat is op de lengte van het bootje wat we hebben. Ik zal het bootje er nu even met rood intekenen. Ja, op de lengte van dat bootje middelt die golf gewoon uit. Dus, vlaggetje erbij. Ik kan geen kanonnetjes tekenen. Dus die kleine windgolfjes, of die golfjes van kinderen die van bruggen afspringen, die wil je niet meten om te bepalen of een schip onder een brug door kan. Wat je natuurlijk in de praktijk hebt, is dat als je op één bepaalde plek bent, bijvoorbeeld een brug in Dordrecht, nou ja, dan heb je die golfjes van het getij en je hebt die golfjes van de wind, zoiets. Maar wat je natuurlijk in het echt meet, zijn die twee effecten samen. He, dat telt gewoon bij elkaar op qua waterniveau. Zoiets. En als je dan zeg maar zo'n zelfgeknutselde van een auto in parkeersensor gemaakte afstandmeter hebt die je gebruikt voor het waterniveau, of een wat duurdere variant, dan wil je toch wel weten, ja, hoe vaak per dag moet ik nou eigenlijk meten? Om zeker te weten dat op het moment dat een schip vraagt, kan ik onder deze brug door, dat je dan niet het probleem krijgt wat je net zag, dat hij je brug aan gort vaart. Om te demonstreren hoe vaak je dat moet meten, heb ik. Ik heb een soort van lijstje met dingen die ik ooit op tv wil doen. Solderen heb ik in het vorige college afgevinkt. Lego komt in dit college. Wat we daarmee gaan doen. Slokje koffie. Het is een heel simpel dingetje van Lego. Als ik dit motortje aanzet, dan gaat dit asje draaien. Dan gaat dit vlaggetje op en neer. Ik ga het even laten zien. Vlaggetje gaat op en neer. Niet heel erg moeilijk. Het interessante is nu. Uit in het midden. Goed zo. Dat ik hier. Van de lieve jongens van Club R. De bediening van de stroboscoop gekregen heb. Mag het licht uit? Zijn er mensen met epilepsie? Moet je wegkijken. Mag er al het licht uit, inclusief het blauwe? Kijk, je ziet nu waar het oranje ding is, hè? Als ik deze aanzet, hoe hard gaat die op en neer? Dat is een stuk langzamer dan wat we net zagen. En dan kan ik dus, ja, het mooie aan dit licht is dat zeg maar zelfs witte mensen kunnen dansen. Het mooie is, ik kan dus nu spelen met de snelheid waarmee we meten. Want elke keer dat dat licht flitst, is in feite een meting voor onze ogen. He, dus ik kan hem wat langzamer zetten. Dan gaat hij, en dat raar is, dan gaat hij sneller heen en weer. Ik kan hem sneller, ik had hem bijna. Er is één plekje, als ik heel goed ben, ben ik niet, kan je hem precies stil krijgen. Ik kan hem natuurlijk ook heel snel zetten. Ja, dan zie je opeens weer gewoon wat er eigenlijk aan de hand is. Wat ik nou heel interessant vind, de mensen thuis, die zien dus nu, of de mensen hier in de zaal, die zien nu dat hij ongeveer bijna stilstaat. Toch? De camera waarmee we dit opnemen voor de filmpjes op YouTube, die doen natuurlijk ook een aantal metingen per seconde. Dat gaat waarschijnlijk een heel interessant effect hebben hoe dat samenspeelt. Dat gaat de editor niet leuk vinden om hier iets moois van te maken. Ik zet deze weer uit, want ik ga nu even op het bord uitleggen wat hier nou eigenlijk aan de hand is. Wat ik gemaakt had, was een oranje dingetje dat omhoog en omlaag ging in de tijd. Dus als ik hier tijd uitzet en ik zet hier afstand, dan ging hij zo. Ik kan echt niet bord tekenen. Ik heb vrienden die dus gewoon officieel docent zijn en hun bordtekendiploma gehaald hebben. Ik denk ik niet. Oké, en nu gaan we meten. En ik denk dat je vrij snel ziet wat er gebeurt als je precies op deze tijdsafstand gaat meten. En dat is wat er gebeurde toen ik hem
bijna stil had staan. Toen had ik de snelheid waarmee die flitste, waarmee wij onze metingen deden, was precies gelijk aan de snelheid die hij nodig had om omhoog, omlaag en weer omhoog te gaan. Flits, flits, flits. Dat is nogal een probleem als je hier naartoe terugdrinkt. Want stel nou dat we gewoon door botte pech elke keer hier onze metingen doen. Dan denken we heel terecht dat we het getij netjes gemeten hebben. Dat betekent wel dat we elke keer zoveel te laag zitten. En dan gaan we dus wel mooi tegen die boot zeggen, oh, kom maar, ik ken net. Dat is een probleem. Wat er gebeurde toen ik aan die flitser begon te draaien, toen ik hem net even wat langzamer zette, had ik hier een meting. En had ik niet precies één cyclus later een meting, net nog iets later, hier. En weer een ding later had ik hier een meting, en weer een later had ik hier een meting, en weer een later had ik daar, daar. En dan zie je dat je een golf gaat zien die er eigenlijk helemaal niet is. Dus behalve dat je het risico loopt, als je precies in die frequentie meet, frequentie, aantal trillingen per seconde. Want als je precies in die frequentie meet dat je continu te laag zit en misschien een boot tegen je brug laat varen, loop je ook het risico dat als je niet precies in die frequentie zit, maar er net wat naast, dat je eigenlijk denkt dat je het getij aan het meten bent. Misschien zeg je dan hier wel, het is app, kom maar. Het is natuurlijk desastreus voor iedereen die boten onder bruggen door moet laten gaan. Maar denk ook even aan de wetenschappers die op zoek zijn naar gegevens in hun signalen. Als die dit zien, dan zeggen ze, dat is een heel erg langzaam bewegend fenomeen. Terwijl er eigenlijk dus gewoon verkeerd gemeten is. De oplossing om hier goed te meten, heb ik laten zien. Ik weet niet of dat zeg maar heel erg netjes op dit krijtbord ten uiting gaat komen, maar dat wordt ongeveer zoiets. Waardoor je dus... Nou, ik ga ze niet eens allemaal tekenen. De golf kan volgen. Het randgeval kan je wiskundig bewijzen waarin dat nog net goed gaat, is als je 2 metingen per golf hebt. Ja, als je maar 1 meting per golf hebt, heb je top, top. Als je 2 metingen per golf hebt, dan gaat het eigenlijk in de helft van de gevallen goed. Want of je hebt top, dal, top, dal. En dan, ja, dan zie je in ieder geval dat er zoiets gebeurt. Als je pech hebt, heb je midden, 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 niks aan de hand. Maar dat is het randgeval. Zodra je meer dan 2 metingen per golf hebt, ben je in staat om te herkennen welke golf erin zit. Maar ja, dat betekent dus wel dat als je last hebt van kinderen die zeg maar naast jouw brug in het water springen, dat je wel heel snel moet gaan meten. En dat is voor mij eigenlijk een beetje een probleem. Want ja, ik ben heel erg van zelf meetapparatuur maken. Maar ja, als ik het dan in moet zetten en 40.000 keer per seconde moet gaan meten, of misschien nog wel veel vaker, dat kan eigenlijk helemaal niet met die simpele elektronica. Dan moet ik allemaal hele dure spullen gaan kopen. En dan gaat het hele punt wat ik zeg maar net uitprobeerde te leggen, dat iedereen dit thuis kan doen. En dat we daardoor veel meer meetapparatuur kunnen gaan hebben, waardoor we veel meer kunnen gaan meten. Dat is allemaal hartstikke leuk. Dat kan dan opeens niet meer. Dus waar we eigenlijk naar op zoek zijn, is een manier waarop we, en ik wijs weer even naar mijn bord, die snelle golfjes van de wind en van de spelende kinderen eruit kunnen halen en alleen nog maar de golfjes van het getij, van de voor ons relevante informatie, kunnen meten. Zonder dat we daarvoor heel snel en heel vaak moeten gaan meten. De wiskunde die je daarvoor nodig hebt, ga ik in mijn volgende college aan jullie uitleggen. En die hangt samen met de vijfde van Beethoven en dubstep. Dankjewel.